1917 tot 1931. De stijl. Nederland heeft beroemde schilders, maar ook beroemde architecten. Een van de jonge kunstenaars die algemene bekendheid kreeg als architect en binnenhuisarchitect was Gerrit Rietveld. In 2000 plaatste de UNESCO een van zijn huizen, het Rietveld-Schreuderhuis, op de Werelderfgoedlijst. Het werd in opdracht van de Utrechtse mevrouw Schreuder door Rietveld ontworpen volgens de richtlijnen van de kunstenaarsbeweging die de stijl heette. Daar sloten zich in de Eerste Wereldoorlog jonge kunstenaars bij aan die kozen in die donkere, verwarrende tijd voor heldere kleuren, geometrische vormen en rechte, duidelijke lijnen en hoeken. De kleuren van de stijl waren rood, blauw en geel in combinatie met de niet-kleuren wit, grijs en zwart. Vooral de Rietveldstoel in rood, blauw, geel en zwart is bekend over de hele wereld. Voor zitgemak was hij niet ontworpen, maar Rietveld zei daar zelf van: zitten is een werkwoord. Een stoel was voor hem een zitmachine, een huis een woonmachine. Kunst moest actief maken, mensen bevrijden uit hun woonsleur. Ze moesten iets doen om te wonen, zelf hun badkamer afschermen met een schuifwand, zelf luiken voor hun ramen zetten. Daar zouden ze zich beter en gelukkiger bij voelen. Ook wonen was een werkwoord.